Ja, Jeffrey, waar moet ik beginnen? Namens alle Rijnsburgers hartelijk dank. Ja, nou ja, graag gedaan. Ik denk dat we als team gewoon goed hebben gedaan. Ik denk dat vandaag niet één persoon was om aan te wijzen die een goede wedstrijd heeft gespeeld. Het ging vandaag om teambelang en dat hebben we goed gedaan. Ja, teambelang, dat klopt. Als team heb je fantastisch gespeeld. Je voelde het al aankomen de afgelopen week. Dit gaat de wedstrijd worden die wij zo gaan spelen en ook zo gaan winnen. Nou ja, je leeft er natuurlijk als team leef je daar wel naartoe de afgelopen week. En ik denk dat we ons goed voorbereid hebben. En ik denk dat je er vandaag wel hebt kunnen zien tijdens de wedstrijd. Was ook de voorbereiding dat jij gisteravond heel erg laat een sms'je hebt gestuurd naar de mensen hier bij de speakers met de muzieklijst tijdens de warming-up? Ja, nou ja, dat heb ik voor de selectie heb ik dat gedaan. Daar hebben we het natuurlijk wel over gehad afgelopen week. En dat je dan 7-1 wint, dan kun je zeggen dat dan de muziek ligt. Ja, dat werkt dan toch kennelijk mee? Precies, dat werkt dan. Nee, dat is te makkelijk. Kijk. Die jongens vinden dat ook leuk. Ik ook, om een beetje eigen muziek te horen. En het hoort er een beetje bij, vind ik. Even over jouw rol. De wedstrijd kantelde gelijk goed naar jou. Want bij de 1-0 voorzet van jou. En de 2-1 dacht jij van, ik geloof erin, ik ga door. Ja, je weet als zo'n bal achter de verdediging stuit dat het lastig te verdedigen is. En ik zag dat hij een beetje twijfelde of hij hem terug wou koppen of niet. Hij liet hem stuiten en toen zette ik even aan en ik kwam er goed tussen. En 2-1. Toen had je een hele mooie actie, want je hebt hele mooie scheenbeschermers, hè? Ja, goed, daar wil ik niet te veel over zeggen. Een beetje gezonde rivaliteit hoort er altijd bij, vind ik. En daar wil ik het graag bij laten. Ja, dan wat bij jou natuurlijk wel heeft meegespeeld, en ik denk bij Joost ook wel. Je speelt voor Rijnburgse Boys, maar je hebt ook een Katwijk verleden. En dat is een extra motivatie ook bij jou en Joost, denk je? Nou ja, een extra motivatie. Ik ben elke wedstrijd wel gemotiveerd. Alleen ja, dit zijn wel de wedstrijden waar je het als speler die je mee wil maken. En ja, niet alleen mee wil maken, maar ook wil winnen. Daar gaat het uiteindelijk om. En ja, als er dan in de warming-up door die supporters van Quick Boys van alles naar mijn hoofd wordt geroepen, dan heb ik ook zoiets van, ik kan die mensen bij wijze van morgen weer tegenkomen. Ik vind een beetje gezonde rivaliteit hoort er wel bij, maar dat gaat mij iets te ver. Op welk moment had je het idee van deze wedstrijd, die gaan we echt niet meer weggeven? Nou ja, op een gegeven moment werd het 3-1 en uiteindelijk 4-1, 5-1 in de rust. En dan moet je het uitspelen de tweede helft en ik denk dat we dat uitstekend hebben gedaan. Ja, en de laatste goal die gemaakt wordt met weer een schitterende voorbereidend werk van jou, hè? Ja, nou ja, dat was niet zo'n hele mooie actie hoor, vond ik. Maar goed, ja, uiteindelijk is het wel mijn tweede assist. En daar ben ik natuurlijk blij mee om het team te helpen vandaag. En wat ik net al zei, we hebben het met z'n allen gedaan vandaag. En hier uit verder gaan bouwen, denk ik. Nou ja, dit is wel een boost om de aankomende periode in te gaan als team, denk ik. En volgende week zal het misschien geen 7-1 worden, maar we moeten er met z'n allen wel weer voor gaan, net als vandaag. Start de tweede periode, een mooie periode om dan te gaan vlammen, zou ik zeggen. Nou ja, dat is de bedoeling, dus we hopen het op het beste.